dus niet. Nu dus de twee absoluut sterkste ploegen van Nederland bij de mannen. Dynamo uit Apeldoorn en Vrevok uit Nieuwegein. De eerste service van de wedstrijd is Josje Kailola van Dynamo. Kailola via het blok van Lentelink met naast een Blanger. Maar wel aan de zijde van Vrevok. Die bal op de grond. 1-0 voor Dynamo. Een fout gemaakt door Lentelink. 2-0. Deze Kailola is eigenlijk een, het geheime wapen van Dynamo in deze wedstrijd. Het is eigenlijk een middenman. Maar omdat dus Dynamo wat problemen heeft op de paas, staat dus nu dus een beetje alles kunnen Kailola op de paaspositie. Samen met Sander Mulder. Blanger met de doortikbal. Ja, dat kan niet als geen ander. Met zijn lengte. 2,5 meter is hij. Niemand te vinden daar. Dus 3-2. Nog wel voor Dynamo. Mark Broeren. Ja, als je dan speciaal in het veld komt om te stoppen, dan is het natuurlijk extra zuur als dat gebeurt. Remmend blok van Vrevok op de inzet van Mark Broeren. Blanger van Erp. Remmend blok aan de kant van Dynamo. Mulder dan naast het blok op de handen van Blanger. Vijfde punt voor Dynamo. 5-4 staat de ploeg voor. Sander Mulder. Blanger. En Rini Bouters. Bewust hard in het blok geslagen van Dynamo. En we staan op 5-5. Bouters die de positie inneemt van de geblesseerde Dario Dukic. Dukic die zijn Achillespees recht heeft afgescheurd. In de vierde en uiteindelijk beslissende wedstrijd. Het landskampioenschap tegen Dynamo. En ik heb hem laten vertellen door medici. Als je Achillespees recht afscheurt. Dat het herstelproces ten goede komt. Dat het misschien ietsje sneller kan gaan dan. Inmiddels 6-6. Door een snelle middenaanval via Mark Lentelink. Bouters. Toch ook alweer 34 jaar. Zoals Dynamo, Vrevok ook veel ervaren spelers uit. Dynamo trouwens ook. Hè. Denkers. Krijgt volgend seizoen dus echte concurrentie op de spelverdelingspositie van Kars van Tarel. Tarel wordt gezien als een groot talent. Zit ook af en toe al bij het Nederlands team. En heeft als voordeel dat hij net als bijvoorbeeld Pedro Blanger zijn lengte heeft. Mooi 1-2 tussen Denkers en Sander Olsthoorn. Dus weer de voorsprong van Dynamo. Eerste set 8-7. Kailola. Net buiten de lijn.
Martinovic heeft gekozen voor dezelfde basis waar hij de laatste weken mee is begonnen. Behalve dan dat Dukic geblesseerd is en daarvoor Bouter speelt. Maar opvallend genoeg heeft hij dus ook Edward van Erp laten staan op de paaspositie boven Matthijs Dekker. Dekker is dit seizoen lange tijd geblesseerd geweest. Is weer fit. Maar Dekker doet het niet slecht, zeker pasend niet. En dus had Martinovic iets van laat van Erp maar lekker staan daar. Bouters via het blok van Dynamo. En dus 9-9. Blasé. Met weer die korte, nee, dit keer wat langere opslag. Op. Heel bewust geplaatst op Van Es. Van der Loo. En dit keer voor het eerst in deze wedstrijd de voorsprong voor Vrevok. 10-9. Via Alan van der Loo. Mangé. Weer op Van Es. Komt wat ongelukkig uit. En ja. Het werd daarna een hele rommelige rally. Mangé twijfelde, moet ik die bal doortikken of toch nog opzetten. Hij koos voor het laatste. En daar rekenen ze een ploeggenoot in ieder geval. Mooie achterwaartse setup van Blasé. Eenmansblok van Dynamo is te weinig. Goed blok van Solkema. En dan uitgeslagen door Broer, niet aangeraakt. De marge van 2 in het voordeel van Vrevok. 12-10. Van der Loo. Bezig aan zijn tweede seizoen. Bij Vrevok, daarvoor speelde hij bij Capelle. En mag nog een keer gaan serveren, want het wordt 13-10. Eerste time-out aangevraagd door de coach van Dynamo. Eerste time-out voor de team van Vrevok. Luisteren wat Ivo Martinovic, coach van Vrevok, te melden heeft. Eigenlijk niets, hij staat er gewoon heel rustig bij. Beide coaches zien het als een voordeel dat ze elkaar zo door en door kennen. Geen verrassingen. En de omzetting in het team is weer zo op te vangen. Zeker bij Vrevok, een hele ervaren ploeg. Ik zei al veel dertigers in dat team. Bouters, Van Solkema, Van Erp en Blanchet zijn allemaal dertigers. Op libero Erik Gras is al een eindje in de 30. En Lentelink loopt er al tegenaan. Dan heb je toch al snel over 2/3 van je team. Dynamo komt ietsje terug van 13-10, 13-12. Mulder. Een soort sprongfloater. Die keer slaat hij door. Misschien dat ze daar niet helemaal op rekende bij Vrevok. Ook libero Erik Gras niet. Erg sterk is in de stop. 13-13. Dus vraagt Ivo Martinovic zijn eerste time-out aan in deze eerste set. Ja, een serie van 3 is veel, ja. Ja, 13-13. De strijd om de nationale volleybalbeker bij de mannen. Wordt het de dubbel voor Peter Blanchet in zijn eerste jaar terug in de Nederlandse competitie?
Of kan Dynamo nog iets van het seizoen maken en de beker pakken? Mulder. Van Erp. Het blok van Dynamo met Denkers en Zootsma sloot te laat. Niet meer te pakken door Mulder in het achterveld. 14-13 treffer. Bal valt net binnen de lijnen. Bal van Rini Bouters in het Dynamo-blok. En dus 14-14. Opnieuw Bouters. Die is wel goed. Een beetje een raar seizoen maakt hij mee, deze Rini Bouters. Jaarlang is hij al basisspeler. Maar naarmate het seizoen vorderde werd Dario Dukic steeds beter. Hij raakte ook steeds beter ingespeeld met Langer. En kreeg op een gegeven moment de voorkeur van Martinovic boven Bouters. Mooie 3 meter aanval van Zootsma. En voorlopig zal Martinovic dus een beroep blijven doen op Rini Bouters. Want Dukic is zeker nog een half jaar uitgeschakeld. En het is hem afwachten of hij dan terugkomt op het niveau dat hij had. Edward van Erp. Roeren. Net niet te pakken door je gras. De ploeg staan weer op gelijke hoogte. 16-16 in de eerste set. Zo pakt hij toch zijn puntjes weer mee in deze eerste set, maar Roer. Ja, dit is nog de enige international van Dynamo, Sander Olsteren. Nu Justin Sombroek dus is uitgeschakeld door de ziekte van Pfeiffer. Dit is de enige international van Vrevo, Peter Langer. Zet op kwam iets te ver, maar Van der Loop krijgt een herkansing. Maar het blok van Dynamo rekenen daarop. Zootsma, dus 18-18. Mark Broeren. Bouters. Kan gered worden door Denkers. Opnieuw Vreevalk. Langer kiest voor opnieuw Bouters. Opzet van Solkema nu op Van der Loo. Moet zich van ver komen, maar heeft geluk. Via Mulder en Zootsma. Kan Kailola er net niet van bij. Van der Loo, goede sprongservice. Roer dan. Zocht bewust het blok van Vrevok op. 19-19. Dat is een vaste wissel van Nampie Krijnsen. Michael Sengers erin te brengen. Frank Dekers. Sengers is ruim 2 meter. Dat Dynamo zelf mag serveren. Hopen ze het met blokken te redden, met blokkeren. En doen ze het even zonder spelverdeling. Dus moet Kaloiloa het doen. Doet het ineens. Vrijer. En dus is Vreef ook als eerste bij de 20. 20-19.
Vrijhoek in het achterveld. Roer kwam er niet meer aan. 20-19. Kinovic. De ene middenman voor de ander. Roger van Schie. Razend populair is hij bij de aanhang uit Nieuwegein. 38 jaar. En hij wil doorgaan. De veronderstelling was dat hij zou gaan stoppen. Maar zeker nu Flevo gaat spelen in de Grand Champions Cup. Zeg maar de Champions League. Wil hij het allemaal nog meemaken. Een soort sub. Kansen voor Flevo komen op 21-20 te komen. Wouters, maar die staat recht in de blok van Olsteron. Blok van Olsteron en Kailola. 21-20 voor Dynamo. Martinovic. Wil even het ritme bij Dynamo doorbreken. Eens kijken, eens luisteren wat hij zijn man te melden heeft, Ivo Martinovic. Ja, het is een hele eigenzinnige man, Ivo Martinovic, Bosniër. Ik weet echt heel goed wat hij wil. Ik kan ook gewoon de spelers eruit halen als ze niet de vooraf afgesproken opdrachten nakomen. En het maakt hem niet uit wie het is. Als hij iets afspreekt met Blanchet, gebeurt zo en zo. En Blanchet komt dat niet na, dan gaat hij eruit. Vooraf was natuurlijk ook de vraag hoe het zou verlopen tussen Martinovic en Blanchet. Zo'n ervaren speler erbij. Laten we ook zeggen dat het resultaat meehelpt, maar het loopt tot dusver perfect. Beiden hebben er ontzettend veel lol in. Heeft Blanchet toebewogen om nog een jaar bij Vrevo te blijven. En Martinovic gaat er voorlopig ook nog door in Nieuwegein. Ondertussen 22-21 voor Dynamo. En Roger van Schie slaat Vrevo weer naast de ploeg uit Apeldoorn. 22-22. Van Erp. Dat is een listige opslag. Moeilijk te pakken door Zootsma. Denkers kon er toch nog iets mee. En dus Dynamo nog maar 2 punten verwijderd van winst in de eerste set. Kailola. Van Erp nam risico. Liet die bal gaan. Maar de ploegen staan weer gelijk. En Van Schie. Die aanval met Olsteron. Valt buiten de lijnen. En is niet aangeraakt. En dus komt nu Vrevo op setpoint. 24-23. Geen risico bij de opslag van Van Schie. Maar hij slaat hem wel uit. Olsteron. 2 punten verschil moeten zijn. Het blok van Dynamo en die bal belandt op de lijn. Cruciaal punt in deze eerste set, want 25-24 wordt het niet voor Vrevok. Maar voor Dynamo. Zij op setpoint. Olsteron. Van Erp met de paas. En Van der Loo. Opnieuw Van der Loo. Nu goed binnengeslagen, 25-25. Een leuke, spannende eerste set. Dynamo steeds op 1-2 punten voorsprong bij het ingaan van de 20. Nu 25-25. Muldig. Als hij zo aan de buitenkant wordt aangespeeld, is hij nauwelijks te stoppen.
Opnieuw setpoint voor Dynamo. Boeren. Maar het is een sprongservice of doet hij het rustig? Een beetje een ingehouden, ja. Hè. Misschien twijfelt hij wel tot het laatste moment. Dat is toch een blado ver uit. 26-26, setpoint weer weg. Van der Loo, goede service. Mulder, prikbal achter het blok. Van Erdam. Via het blok van Dynamo. En zo weer setpoint voor Vrevok. Tweede setpoint in de eerste set voor de ploeg uit Nieuwegein. Krijnse wil even het ritme doorbreken van Vrevok. Vraagt een time-out aan. Krijnse. 27-26 dus voor Vrevok. Brabander Alpie Krijnsen had veel moeite om alles weer op de rails te krijgen, ook persoonlijk, na de verloren play-off serie in de finale tegen Vrevo. Anne van der Loo, weer een goede service. Roeren op het blok, maar opnieuw kansen voor Dynamo. Mulder. Naast het blok geslagen, heel mooi, langs het lijntje. 27-27. De ploeg aan elkaar gewaagd waren, dat wisten we natuurlijk vooraf al. Dat het zo close gelijk al de eerste set zou zijn. Dat is mooi meegenomen. Broeren. Bijna nog door Blagé zelf gepakt. Het staat wel weer 28-27 en dus staat Dynamo opnieuw op setpoint. Mulder. Van der Loo en Van Erp. Meestal wordt hij naarmate de wedstrijd vorderd vervangen door Matthijs Dekker. Die is aanvallend wat beter. Maar tot dusver laat Martinovic van Erp gewoon lekker veel staan. Zeker vanaf het begin van de wedstrijd. Zootsma slaat opnieuw Dynamo naar het setpoint. 28 voor Vrevok, 29 voor Dynamo. Zootsma met die Molenwijk opslag van hem. Blanger en opnieuw van Erp. Boeren moet van ver komen, maar doet het wel. Winst dus in de eerste set voor Dynamo via Mark Broeren. Leuke, spannende set. Ook Vrevo twee keer op setpoint. Met vierde setpoint voor Dynamo is het dan wel raak via deze Mark Broeren. Gas met de paas van Erp. Moest het al een aantal keren doen in de slotfase van deze eerste set. Achterwaarts opzet van Denkers en Broer die het afmaakt. En dus 30-28. In de eerste set voor Dynamo. Afgelopen 9 jaar stond Dynamo dus of in de finale van de play-off serie of werd het rechtstreeks landskampioen. Slechts 2 keer ging het fout. 9 keer. 3 jaar geleden tegen Nesselande. Of 2 jaar geleden tegen Nesselande. En deze editie tegen Vrevok. Ja, en Ivo Martinovic. Zijn ploeg is natuurlijk een beetje op leeftijd. We hebben er al 4... zware wedstrijden opzetten tegen Dynamo. En werken nu tegen een achterstand van een set aan. Roger. Hopelijk
volleybal binnen Nederland krijgt hier nog een drukke zomer. Natuurlijk het kwalificatietoernooi in Frankrijk. Als Nederland het eerste moet worden om zich te plaatsen voor Sydney. Daarvoor zit nog de World League. Niet alleen de 6 kwalificatiewedstrijden in Nederland, ook 6 wedstrijden in het buitenland. En wat Nederland daarin doet maakt eigenlijk niet echt zoveel uit, want de eindronde van de World League is ook in Nederland. In Nederland is dat dus automatisch voor geplaatst. Beetje uit bijgeloof. 4 jaar geleden speelde Nederland ook de eindronde van de World League in eigen land. En toen werd Nederland weer het Olympisch kampioen. En hopelijk krijgt het drukke seizoen voor Oranje en voor Blanchet nog een mooie afsluiting eind september in Sydney. Appie Krijnsen. Niet helemaal tevreden. Op de eerste set. Staat wel met zijn ploeg met 1-0 voor. 30-28. Dynamo mist dus Justin Sombroek door de ziekte van Vijver. De directe vervanger Richard van Huizen, Canadees met ook een Nederlands paspoort. Is ook al een tijdje geblesseerd, heeft hij wat pijnstillers. Zou eventueel nog wel even kunnen spelen, maar is nog veel te vroeg in de wedstrijd. Problemen dus op de paas bij Dynamo en vandaar dat Joshua Kailola is verschoven van de middenpositie naar de buitenpositie. Geen wisselingen in de basisploegen bij het begin van de tweede set. 1-0 voor Dynamo. Peter Blanchet met de eerste service in deze tweede set. Kailola. Zorgde stop van Eerp, Bouters en de doortikbal van Denkers ineens, maar initiatief lag even bij Vreevok. Goeie blok van Sander Olsthoorn. En dus 2-0 in deze tweede set voor Dynamo. Van Eerp, nee, van Solkeman was het. Die hard sloeg in het blok van Dynamo. En dus de ploeg uit Apeldoorn. Lekker van start in deze tweede set. 3-0. Sootsma. En dan uitgeslagen door Bouters. Slordigheidjes. Bij de ploeg uit Nieuwegein. Bij de landskampioen. Van der Loo. Bijna het blok van Kailola en Olsthoorn. Bijna doeltreffend. Bal ging net uit. Van der Loo. Via Kailola, die via de handen van Bouters slaat, wordt het 5-1 in de tweede set voor Dynamo. Ploeg gaat Apeldoorn, zit even op rozen. Goede voorsprong in de tweede set en winst in de eerste set. Nou, dan verlaten we die finale even. Dan gaan we straks weer naar terug. Nu verlaten we deze ruimte van Dynamo. Twan. Ja, Dynamo heeft die lijn in de tweede set doorgetrokken. Het staat inmiddels 21-16. Dus 4 punten was het toen. 5 punten is de marge nu. Beetje voortgekabbeld zo die tweede set. Wel 2 wisselingen in de ploeg van Vreevog. De ploeg die dus achter staat in deze wedstrijd om de nationale beker. Matthijs Dekker is in de ploeg gekomen voor Edward van Erp. En deze Gijs Ronders is erin gekomen voor Van Solkema. Ronders vooral omdat hij beschikt over een goede sprongservice. En dat laat hij hier ook zien.
En dat terwijl het eigenlijk een spelverdeler is. Maar het heeft ermee te maken dat hij ook veel op het strand te vinden is. Een vrij actieve beacher. Maar hij zorgt ervoor dat Vevo de achterstand terugbrengt tot 21-18. Van Schie, hij gaat dus nog een jaar door voor de ploeg van deze Martinovic. Kees van Opijnen, nu geblesseerd aan de schouder. Een week geopereerd aan trombose. En Erik Gals, de libero, zij stoppen ermee bij Vrevop. Inmiddels is al duidelijk dat Martin van der Horst overkomt van Roeselare. Van der Horst die sinds kort weer behoort tot de nationale selectie. En verder is de landskampioen natuurlijk nog een beetje te kijken. En heet het eigenlijk een speler op het oog van Dynamo. En dat zou dan Joshua Kaloila moeten wezen. Maar beide coaches willen er pas meer over zeggen. Dit is trouwens Joshua Kaloila. Willen er pas meer over zeggen na de wedstrijd. Als het seizoen echt helemaal voorbij is, het clubseizoen. Voetbal van Dynamo. Olstoorn met naast hem Sander Mulder. En zij zorgen ervoor dat het 23-18 wordt. Voor Dynamo. Net uit. Het zou een verrassende overstap zijn als deze Kaloila Dynamo zou gaan verlaten. En volgend seizoen zou gaan spelen voor de landskampioen. Vevok. Thijs Dekker met enigszins geluk. Maar achter de 3 meter dan Ronald Soosma. Terwijl net Van Denker zich blesseert. Wat gebeurt eigenlijk bij die setup voor Soosma? Van Denker heeft pijn. Ging waarschijnlijk door zijn enkel heen. Nog eens kijken. Hier set hij op. En ja, het is eigenlijk niet goed te zien zo. Wat het precies is. Het is overigens wel zo dat beide ploegen, zowel Dynamo als Vrevok, beschikt over een derde spelverdediger. En dat is in ieder geval Michel Everaert die de ploeg inkomt. Ook Joost zit nog bij de ploeg. Een hele jonge spelverdediger. Aftocht van Frank Denkers. Michel Everaert is erbij als spelverdediger. Ervaren speler. 38 jaar is hij inmiddels al. En hier nog eens kijken, misschien is hier te zien wat er precies gebeurt met Denkers. Nee, misschien stapte hij wel op de voet van Broeren. Ondertussen het 20e punt voor Vrevok. 24-20, maar er is nog altijd setpoint voor Dynamo. Matthijs Dekker. Jarenlang speelde hij bij Dynamo. En het serveert nou net uit. En helpt daarmee dus een oude club aan winst in de tweede set. 30-28 was het in de eerste, 25-20 is het in de tweede set. En Dynamo zit dus op roze. Staat met 2-0 voor in de strijd om de nationale volleybalbeker. En dus krijgt de ploeg misschien wel de revanche. De verloren strijd om het landskampioenschap. Zijn ze zoals altijd in discussie met de scheidsrechters. Dit geen blad voor de mond. En dit lijkt me nog wat aanhangers van Weert. Die zijn blijven hangen. Dames van Weert zijn dus eerder vanmiddag hier in Den Bosch bekerkampioen geworden. Ze wonnen de nationale volleybalbeker. De kosten van Pollux. Het werd 3-2. 2-0 stond Weert voor. Sets. Het werd 2-2. En in de vijfde en beslissende set werd het uiteindelijk 15-4. En nadat Weert dus eerder al landskampioen werd, heeft nu ook de beker gewonnen.
Peter Blanger. De dubbel is voor hem verder weg. Ik wil niet zeggen dan ooit, maar toch wel erg ver weg. 2-0 achterstand in sets tegen Dynamo. Een raar seizoen heeft hij gehad. Hij kwam en is eigenlijk al een beetje geblesseerd. Maar wilde zich wel presenteren bij de eerste thuiswedstrijd van VfL Hockey Nieuwegein. Speelde toen ook even mee, maar het liep niet. Ook een beetje vermorgen. En heeft daarna gewoon op zijn gemakje de blessure laten genezen. In het begin was het heel even zijn enkel, maar de chronische blessure waar Blanger al een tijdje mee kampt, is eigenlijk zijn rug. En zoals hij nu speelt, is hij gewoon in vorm. Als hij een ploeg als Vreven ook echt naar een hoger platform kan tillen. En hoopt eigenlijk heel Nederland dat dat straks ook met Oranje gaat gebeuren. Onmisbaar voor de ploeg van Toon Gerbrands. Ja, dit is dus de spelverdediger van Dynamo, Michel Everaert. Net in de ploeg gekomen voor Frank Denkers. Everaert speelde vorig seizoen nog bij Vreefok. En heeft dit seizoen eigenlijk meer gespeeld dan vooraf was verwacht. Werd eigenlijk een beetje teruggehaald omdat Denkers zich blesseerde in het begin van het seizoen. Kon weinig spelen. En zo is er een wat gelaten sfeertje in Den Bosch. Het warme weer buiten loopt de temperatuur in de hal ook alsmaar op en op. Dan moeten de heren van Dynamo zich nog één keer opladen om die derde set te pakken. Arno van Solkema, een haarspeler. Speelde in de Belgische competitie, werd teruggehaald door Nesse Landen naar Nederland. En nu dus bij Vreefok. Speelde eerder ook al Martinovic. Bij Vreefok. Breda. En het is allemaal snel gegaan met VfL. Nu dus landskampioen voor het eerst in de clubgeschiedenis. En dat terwijl de ploeg eigenlijk nog helemaal niet zo lang meedoet om die bovenste posities. Het gebeurde eigenlijk pas 2 jaar geleden. Toen zomaar 5 Amerikanen bij VfL kwamen spelen. Deed VfL meer dan aardig mee in de strijd op het landskampioenschap. Het verloor uiteindelijk nipt in de halve finale. Van Dynamo. Er werd afscheid genomen van al die Amerikanen. En men is gaan bouwen aan een nieuwe ploeg. Niet zozeer met jonge spelers, maar juist met spelers die al een behoorlijke ervaring hebben. Lentelink van Alpijnen kwam uit België. En natuurlijk Blanger kwam erbij. Sander Mulder met de bal over het blok van Vreefok 1. En dus is evenals in de eerste en tweede set het eerste punt van de set weer in deze derde set voor Dynamo. Van der Loo. De brievenbus tussen het blok van Dynamo en het net door. Dus 1-1. Van Schien. Die begint dus aan de derde set in plaats van Mark Lentelink. Verder heeft Martinovic ook geen wijzigingen toegebracht. In zijn paas. Met andere woorden heeft Matthijs Dekker laten staan in het begin van deze derde set. Op de plek van Edward van Erp. Erik Gras gleed bijna uit.
bal toch keurig te bezorgen. Blanger en via Van Solkema 2-2. Snelle middenaanval. Van Es. Everaard. En dat was bijna het driemansblok van Vrijvok. Desondanks Sander Mulder. Met het derde punt voor Dynamo. Maar Broeren. Hij kwam dus met wat kritiek naar buiten. Na afloop van de finale om de play-offs. Kritiek op het beleid van Dynamo. Te weinig investeerde in kwaliteit. Kering was afhankelijk van Josja Kailola. De bal ging toch uit. Punt voor Vrijvok. Dus de ploeg gaat nu uiteindelijk voorsprong in deze derde set 4-3. Broer moest dan heel ver komen. Rally gaat nog door. Blanger. Allemaal helemaal overspelen. Dus weer Dynamo Broeren. En de rally gaat nog steeds door. Wat rommelige rally. Meestal niet tekenend als een rally zo lang duurt. Voor kwaliteit. Vierde grond en de voeten van Blanger. Punt maar Dynamo. Stand 4-4. Mulder net over het net heen. Matthijs Dekker. Ja, dat is toch een beetje een verschil tussen hem en Edward van Eer, die dus op de paaspositie begon bij Vrijvok. Dekker aanvallend wat sterker. Eerst slordige stop van Robert van Es. Ja, en dat levert dan toch indirect het punt weer op voor Vrijvok. Stop niet helemaal goed van Es. Everaard heeft moeite met de set-up. En dus zo 6-4 voor Vrijvok. Mooie redding van Allen van der Loo. Kailola. Blok. Boutens van Schie sloot niet op tijd. En dus 6-5. Sootsma. De bal is gewoon niet te stoppen. Als de paas lekker is. Blanger kan hem in een hoog tempo aan de buitenkant bezorgen. Dan hoeft in dit geval Matthijs Dekker er alleen maar tegenaan te lopen. Everaard. Dat is een beetje een moeilijke setup voor Broeren. En ja, Broeren kon er ook eigenlijk niet zoveel mee. 8-5. Vrijvok loopt even wat weg van Dynamo en dat beantwoordt de coach van Dynamo, Abby Krijtse, gelijk met het aanvragen van een time-out. Het is de eerste in deze derde set. Stand dus 8-5 voor Vrijvok. Dus luisteren wat Abby Krijtse, de coach van Dynamo, te melden heeft. Ga je alleen dekken? Ga je ook dekken? Ja, dat dek ik een keer, hè? Alleen? Ja. Later en naar binnen en eroverheen. Denk er allemaal in diagonaal, eenmaal op lijn voor de zekerheid, maar extreem ver naar binnen blokkeren. Dat is die zijn shot. Ja, waar jij net zat. Het ging dus vooral over de blokkering. Opletten waar de diagonaal van Vrijvok, Rini Bouten staat. Maar verder meer blokkeren richting de middenaanval. Van Vrijvok. Stand 8-5 voor de ploeg uit Nieuwegein.
blok. Van Schie, Blanchet. Op deze heeft van Kailola. Broeren. Weer niet direct succes. Everaard. Ja, hij kon ook eigenlijk niks anders. Die bal komen erg hoog bij hem. Ja, wat kun je dan? Ja, doortikken. En inderdaad, nauwelijks een blok van Trevok. En dus 9-6. Rini Bouters. Sootsma. Als hij in het achterveld staat, dan blijft hij gewoon staan. Staat de andere middenman van Dynamo, Sander Olsson, in het achterveld. Dan wordt hij gewisseld voor de libero, voor Robert van Es. Om zo de paas wat te versterken. Maar Sootsma is dat niet nodig. Misschien over een meer dan behoorlijke paas. 11-6. De derde set voor Vrevok. Peter had gesproken, lijn vrij. Ja, Peter zegt niet, lijn 2 maar. Maar hij staat achter, goed. Ja. Perfect. Middenman schuiven naar de rechtdoor, met achter. Achter naar rechtdoor. Onze links voor de kop. Ja. Kijk naar de middenman. Als moeilijk is het van. Ja, als moeilijk naar de tijd komt. Ja, het mooie is natuurlijk bij Vreven ook dat buiten het veld is Ivan Martinovic, de coach. Binnen het veld loopt dan nog een Peter Blanchet rond. Dus dan heb je eigenlijk een meer dan behoorlijke coach nog binnen de lijnen. En het moet eigenlijk wel vreemd lopen, wil Blanchet niet na zijn actieve carrière iets gaan doen in de coaching bij het volleybal. Misschien bondscoach, dat weet ik niet. Het zou nog te snel zijn om dat te worden gelijk na Sydney. Maar op termijn. Kailola. Bij een 7-11 achterstand voor zijn ploeg Dynamo in de derde set. Wel een 2-0 voorsprong in sets. Net gespeeld door Blanchet. Nu is 12-8. Van Schie. Mulder, heel wild. Niet aangeraakt. Ja, soms ga je er als aanvaller een beetje vanuit dat er een blok is. Dus probeer maar via de handen van dat blok te slaan. Mislukt nu bij Sander Mulder. Bouters. Te pakken in het achterveld door Kailola. En 14-8 is het gevolg. Voor Vrevok. Van Schie. Mulder, remmend blok van Vrevok. En dit is Alle van der Loo. Hij heeft trouwens ook nog 4 interlands op zijn naam staan. Hij speelt een keer met het Nederlands jeugdteam. Een toernooi. En het was eigenlijk een toernooi voor A-teams. Dus kregen alle spelers die toen voor Nederland uitkwamen alle 4 die interlands erbij geschreven. Dat is toch altijd leuk meegenomen op je cv. Kasselkema die denkt, ja, dankjewel. 16-8 wordt het daarmee in de derde set.
En waarschijnlijk laat nu Dynamo deze set een beetje lopen. Het zal niet tot het uiterste gaan. 8 punten is wel erg veel om weer te overbruggen. Blok van Dynamo, Wasser, Boeren met Van der Olsthoorn daarnaast. Aan bal valt buiten de lijnen. 17-8 inmiddels. Overigens wel weer Frank Denkers erbij bij Dynamo. Heeft de spelverdeling weer overgenomen van Michel Everaert. En daar zag het even niet naar uit toen hij de zaal verliet. Sander Olsthoorn. Ik zei het al eerder. Enige international die er nog bij is. Bij Dynamo nu Justin Sombroek. De ziekte van Vijver is afgevallen. En die Olsthoorn die ja, toch ook misschien wel een beetje vrezen voor zijn plek. Binnen de nationale selectie. Nu Martin van der Horst weer is teruggehaald. Betekent toch weer een extra middenman. Bas van der Goor staat in de Nederlandse selectie. Buiten elke discussie. De anderen doen maar weinig voor elkaar. Onder Mike van der Goor, Albert Christina, Sander Olsthoorn dus. En nu sinds kort dus ook Martin van der Horst. Rini Bouters op het lichaam van Olsthoorn. 18-10 in de derde set. Marcel. Binnengeslagen door Rini Bouters en daarmee wordt het 19-11 in de derde set. Bouters die dus uitstekend de geblesseerde diagonale aanvaller van Vrevok, Dario Dukic, vervangt. Buiten bereik van het veld van libero Erik Gras. Dus 19-12. Matthijs Dekker op de handen van Boeren. Onderhandse op setup van Denkers. Boeren die niet kan afmaken. Van Lodan. Van heel ver. En dan, ja, bij Lodan. Hij wil hem eigenlijk over het blok tillen in het achterveld leggen. Maar dat. Ja, je moet hem dan ook precies goed raken. Laten we het daar maar ophouden. 20-12. Sootsma. Nou ja, als je hem op deze manier aanspeelt, is het een soort zekerheidje. Heel kort, snel door het midden. En even die molenwiekslag en dan kun je bijna zeggen geheid succes. Maar toch Richard van Huizen erin. De Nederlandse Canadees. In plaats van Sander Mulder. Van Huizen speelt dus met Nicola Pijnstillers. Ja, Sander Mulder die loopt natuurlijk al enkele seizoenen rond dat hij niet helemaal fit is. Dat het niet helemaal wil om een hele wedstrijd uit te spelen. Met andere woorden, krijzen kan hij dan, dus hij moet een keer gaan wisselen. Dan iedereen maar een halve wedstrijd. Carlola, hard op de handen van Roger van Schie. En daarmee wordt het 20-14. Sootsma. In de aanval van Schie. Dan worden we gepakt door Van Huizen. Bouters dan. Bijna een goede redding van Van Huizen. Bouters. Paas. Dus moest de setup van ver komen en ook de aanval van Broeder. Ja, en als de paas niet loopt, dan is het gemakkelijk bekeken op dit niveau. 22-14 voor Vrevok. Dichtbij 2-1 in sets zijn we dus.
Broer. Nee, ik bedoel Osterman. Fout gemaakt door Olsthoorn. Daar heeft de Schreef ook wat geluk. De setup was niet helemaal lekker van Blanchet op Vaschie. Dus 23-15. En dus staan we bijna op 2-1. Nou, ik ben benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Vreefok dan kan doorzetten en inderdaad kan terugkomen tot 2-2 en misschien zelfs die beker dus kan pakken. Of dat Dynamo weer even orde op zaken stelt. Inmiddels dus 24-16, setpoint in de derde set voor Vreefok, Roger van Schie. De oudste van het hele stel. Van Huizen. En zoals het hoort, side-out spelen. Olsthoorn. Het moet dan in principe het laatste punt zijn. En dat is het ook. Allen van der Loo die het afmaakt. 25-17 wordt het in de derde set voor Vreefok. Het komt dus weer iets terug in de wedstrijd. Het staat hier in Den Bosch nog altijd 2-1 in het voordeel van Dynamo in de nationale bekerfinale bij de mannen. In het voordeel van Dynamo, Twan van Peperstraten. En de stand in de vierde set is 22-22. Kortom, heel spannend. Wordt het een vijfde set of gaat Dynamo hier winnen met 3-1? In deze bekerfinale in Den Bosch. 23-22 nu voor Dynamo. Kan dus in twee punten gedaan zijn deze wedstrijd. Zootsma. Ja, het is een slordige paas van der Loo. Maar Zee kon er niet bij, ondanks zijn lengte. Het wordt gelijk afgestraft en dus 24-22. En dus matchpoint voor Dynamo. Olsthoorn die de pauze van der Loo gelijk aftrapt. En dus krijgt Dynamo waarschijnlijk zijn revanche. Sengers. Vroeg komen vanwege zijn lengte op de plek van het spelverdeler. Frank Denkers. Gaat die bal uit. Gelijk teruggewisseld. Maar Dynamo heeft er altijd het voordeel van één punt. En dat terwijl Vreefok serveert. En dan moet je het normaliter eigenlijk af kunnen maken. Opslag van Arno van Solkema. Paas van Zootsma is goed. Kailola. Via het blok van Vreefok maakt hij het inderdaad af. En wint Dynamo de vierde set met 25-23. 30-28 was het in de eerste set. De tweede won Dynamo ook met 25-20. Toen zakte de ploeg wat in elkaar. Verloor de derde set met 25-17. Maar juist weer op tijd was Dynamo weer helemaal bij de les. En wint dus de vierde set met 25-23. Nogmaals het matchpoint. Opzet van Dekkers. Josja Kailola via het blok van Vreefok. En zo wordt het dus 3-1 in deze bekerfinale voor Dynamo. En is Dynamo dus de opvolger van Zwolle, dat vorig jaar de beker won ten koste van Dynamo. En vooraf was de coach van Vreefok, Ivo Martinovic, al een beetje huiverig. Hij had zoiets van ja, zo kort na het behaalde landskampioenschap je zo weer opladen tegen een ploeg die juist heel graag revanche wil nemen. Het is uitgekomen. Hier bij de coaches Krijnse en Martinovic. Voorafgaand aan de wedstrijd nog gezellig samen op een stoeltje naast elkaar gezeten. En Krijnse kan erom lachen. Toch nog een prijs. Voor jou, Jus. Het enige wat het seizoen nog een beetje kon redden. Ja, en wat Vreef ook betreft, het seizoen is natuurlijk al geslaagd met het landskampioenschap. De beker was mooi meegenomen.
de bank van Vrevok geen tranen of iets. De World League. Voordat we zo meteen gaan kijken naar de wedstrijd tegen Rusland, praat Twan van Peperstraten met Toon Gerbrands.